Allora, io sono molto grata a Pietro Del Re, che conoscevo solo come giornalista, adesso grazie alla mostra ho la fortuna di conoscere anche personalmente, per avermi offerto questa mostra, e sono molto grata alla curatrice Federica Stickelbrook, senza la quale non ci sarebbe stata questa organizzazione. Heel veel dank aan Pietro voor deze mooie fototentoonstelling. Ze hebben elkaar kort geleden pas leren kennen. En toen is het idee ontstaan om deze fototentoonstelling te houden. Pietro is journalist en in principe schrijft hij, vertelt hij de wereld door middel van zijn woorden. En is nu ook duidelijk geworden dat hij ook foto's maakt die kunnen vertellen wat hij meemaakt. Dankzij ons alle drie deze tentoonstelling tot stand gekomen. En we hebben alle drie heel hard aan gewerkt om dat mogelijk te maken. En we zijn heel dankbaar dat jullie hier allemaal zijn. Due parole sulle mie impressioni sulle fotografie di Pietro Del Re, che ripeto conoscevo come giornalista, un giornalista inviato per gli esteri, spesso in situazioni di crisi, come possiamo vedere. Zij geeft nu een aantal indrukken die zij zelf heeft van deze fototentoonstelling. Het geeft de plekken weer waar Pietro is geweest en die nogal een indruk maken op de toeschouwer eigenlijk die daar naar kijkt. Want hij was waar je ziet dat de foto's zijn gemaakt. Dus hij stond daarnaast of daarvoor en heeft dat allemaal meegemaakt. En dat is indrukwekkend. In un'epoca in cui siamo abituati a consumare eventi catastrofici, omogeneizzati dal flusso di informazioni, la lettura dei suoi articoli ci aiuta a riflettere un momento sul fatto che dietro le catastrofi ci sono le persone. Er is nu een enorme stroom aan verschrikkelijke beelden, aan fotografieën, aan verhalen, waardoor het heel moeilijk is om dan nog heel erg de diepte in te gaan. Door middel van de woorden die Pietro gebruikt om de tragedies te beschrijven die hij ziet, wordt het duidelijk dat er achter al die verhalen ook echt mensen schuilgaan. Dus echt een persoonlijk verhaal schuilgaat. Quindi lo ringraziamo perché ci fa uscire dall'anonimato della massa sofferente degli individui, delle persone. En uit de massa van vervelende en akelige dingen en van de hoeveelheid van mensen die daarbij betrokken zijn, kun je dan toch door middel van deze foto's een persoonlijk verhaal naar boven krijgen. Maar a questo punto penso che sia meglio che Pietro Del Re stesso parli del suo lavoro. En nu laten we het woord aan Pietro om wat te vertellen over zijn werk. Grazie. Grazie. Allora, anzitutto io anch'io vi ringrazio molto di essere venuti qui. Oh, dank dat jullie hier zijn gekomen om naar deze tentoonstelling te komen kijken. Dirò pochissime parole perché ho conosciuto due anni fa a Gerusalemme un grande fotografo francese, che non so io. E twee jaar geleden heeft hij een beroemde Franse fotograaf ontmoet in Israël. Che si chiama Gilles Perez. Gilles Perez was zijn naam. Che durante maggio 68. Die in mei 1968. Era un intellettuale molto engagé, molto impegnato. Er was een heel erg geëngageerde fotograaf. Fino al giorno in cui si accorse che il linguaggio, le parole che venivano usate dai rivoluzionari, chiamiamoli così, die zich bewust was dat de woorden die gebruikt werden door de rebellen, de revolutionaire, cominciarono a essere inflazionate. Daar was een inflatie aan onderhevig, dus die werden minder makkelijk nog begrepen en Spesso, secondo lui, si parlava per dire nulla e quindi lui decise di smettere di parlare. Vaak praatte men om het praten en dus besloot hij dat hij stopte met praten. E comprò una macchina fotografica. En een fototoestel kocht. Un uomo molto di talento è diventato uno dei tre o quattro grandi fotografi degli ultimi 40 anni, diciamo. En uiteindelijk is hij een van de grootste fotografen geworden van de laatste 40 jaar.
e lui ha pubblicato libri di 300-400 pagine senza neanche una parola, quindi neanche le didascalie. Hij heeft boeken gepubliceerd van 300-400 pagina's waar geen één woord in stond, zelfs niet eens een onderschrift, zoals we dat hier wel zien bij deze tentoonstelling. Sto raccontando questa storia perché non so bene cosa raccontarmi. Detto questo, credo che in una mostra fotografica non bisogni parlare, basta guardare quello che c'è intorno. Deze anekdote was eigenlijk omdat hij zegt, ik weet niet goed wat ik jullie wel zou moeten vertellen, want de foto's die zoals die aan de muur hangen, die vertellen hun eigen verhaal. Se no sarebbe un fiasco totale. Ecco, quindi questo è quello che volevo dire. Vi ringrazio ancora e poi ringrazio l'ultima cosa, moltissimo questa città e questa gente, soprattutto Rita, che mi ospita, ecco, che mi ospita e che mi dà l'onore di organizzare la mia prima mostra fotografica. Quindi grazie a voi. Veel dank aan jullie, veel dank aan Rita, veel dank aan deze stad die het mogelijk maakt om de eerste fototentoonstelling te publiceren of te houden van de foto's van Pietro. Dus dank aan iedereen hier. Thank you.
Grazie.